De Nederlandse taal is ontslachtig en eigenaardig, blijkt uit onderzoek. Althans, wanneer we de kop van de Volkskrant mogen geloven, maar we mogen de Volkskrant nooit geloven als het over taal of taalkunde gaat. En ook deze keer weer niet. De Volkskrant baseerde de conclusie op een onderzoek van Sterre Leufkens. Zij is een promovenda aan de Universiteit van Amsterdam, ze hoopt later deze maand, januari 2015, op dit onderzoek te promoveren. Alleen, de Volkskrant had dat proefschrift helemaal niet zelf gelezen. Ze baseren zich eigenlijk, op de keper beschouwd, alleen maar op een interview dat Leufkens gaf aan Bertolt van Mares voor het tijdschrift Onze Taal. Mooi interview, niks mis mee. Er worden bepaalde aspecten uitgelicht. De Volkskrant heeft daar nog weer één aspect uitgekozen, het Nederlands. Daar een aantal dingen zelf bij verzonnen, woorden zoals eigenaardig en ontslachtig. En dat in het nieuws gebracht. Dat is enorm groot geworden op de sociale media, op het internet. Allerlei mensen, ook studenten, ook collega's, begonnen zich druk te maken over deze inderdaad wat eigenaardige conclusie, maar beseften daarbij niet dat dit alleen maar een conclusie was die de Volkskrant had verzonnen. Ik wil iets uitleggen over dat proefschrift van Leufkens. Ik heb het zelf gelezen en laten zien dat die conclusie nergens op gebaseerd is en zeker niet op het proefschrift. Leufkens betoont zich in haar proefschrift een aanhanger van het functionalisme in de taalwetenschap. Dat is een school die zegt, de naam zegt het al, dat de taal vooral begrepen moet worden vanuit haar functie. En volgens de meeste functionalisten is die functie communicatie. Ik heb een idee in mijn hoofd, ik praat en na afloop heb jij hetzelfde idee in jouw hoofd. Wanneer je een functionalist bent, dan zou je kunnen zeggen, bestaat er een ideale vorm van taal. Begin niet meteen te schreeuwen, we gaan niet de echte talen beoordelen op hoe ideaal ze zijn, maar laten we even zo kijken. Hè? Er bestaat een ideale vorm van taal, de ideale vorm van taal zou zijn, volgens het functionalisme, een één-op-één relatie tussen vorm en betekenis. Ieder vormstukje van taal, ieder woordstukje van taal, moet precies corresponderen met één betekenisstukje. Man kust vrouw. Man kust vrouw zijn drie woorden. Ze hebben alle drie, dragen ze precies één ding bij aan de betekenis. Ongeveer. Oké, dat is de ideale vorm. Eén op één relatie tussen vorm en betekenis. Alleen, als we naar reële talen kijken, dan blijken die vaak helemaal niet die één op één relatie precies zo ideaal te hebben. Ze zijn minder dan ideaal vanuit dat functionalistische perspectief gezien. En dat is natuurlijk precies interessant voor een wetenschapper. Dus je hebt een theorie die zegt talen zouden zo moeten zijn. Dan is het interessant om precies te kijken naar die punten waarop talen niet zo blijken of lijken te zijn. Dus een goede functionalistische wetenschapper die gaat precies kijken naar die aspecten waar talen minder perfect lijken te zijn. Waar ze niet transparant lijken te zijn. Dat woord transparant speelt een belangrijke rol in het proefschrift van Leufkens. Die één op één relatie is een transparante relatie. En talen zijn dat vaak niet. Dus neem nu het Nederlands, neem nu dat eigenaardige en omslachtige Nederlands. Dat heeft allerlei voorbeelden waarin je die één op één relatie niet lijkt te vinden. Neem het mooie meisje, het mooie meisje. En neem nu die precies in het midden, het mooie meisje, die Dat is een vormelement, het is een woordstukje, het is iets wat daar staat, maar wat niet lijkt te corresponderen met enige betekenis. Het draagt niet iets bij aan wat het mooie meisje betekent. En dat is dus een niet transparant aspect van het Nederlands. En nogmaals, dat is geen beoordeling van het Nederlands, het is een puzzel voor het functionalisme. Dat is de reden waarom Leufkens geïnteresseerd is in dit soort elementen. En wat ze nu doet in haar proefschrift, is ze bekijkt 22 talen op dit soort aspecten. Ze is een typoloog. Dat wil zeggen, ze kijkt naar talen die zoveel mogelijk van elkaar verschillen. Er wordt
naar schatting 6.000-7.000 talen op de wereld gesproken. Daar heeft ze er op een heel precieze manier 22 uitgekozen. Die 22 zijn zo gekozen dat ze in de eerste plaats totaal niet op elkaar lijken. Het Nederlands zit daarin. Dat betekent dat er geen enkele taal die ook maar enigszins verwant is aan het Nederlands in zit. Niet het Engels, maar ook niet het Frans of het Russisch of zoiets. Al die talen zitten er niet in. Al die andere talen verschillen maximaal van het Nederlands. Dat is één. Er zijn ook nog een aantal andere criteria geweest. Bijvoorbeeld, die talen moesten genoeg beschreven zijn, want ze heeft goede beschrijvingen nodig van die talen om dit soort niet-transparante elementen te kunnen vinden. Dus dat heeft ze gedaan. Heel nauwkeurig voor al die talen. En ze komt inderdaad uiteindelijk met een rangordening. Alleen dat is niet zozeer een rangordening van die talen. Dus het belang voor haar is niet om te bepalen of het Nederlands nu zo omslachtig is of zo weinig transparant is. Het belang van haar is een rangschikking van die niet-transparante elementen. Er zijn verschillende soorten van niet-transparant, opaak wordt het ook wel genoemd, opake elementen van taal. En die kunnen dus in zo'n hiërarchie worden geplaatst. En hier zijn twee voorbeelden. Dus één soort van opaak element is redundantie. Het is overbodige informatie geven, dubbelop informatie geven. De man loopt, de mannen lopen. Mannen lopen. Meervoud wordt twee keer uitgedrukt in die zin in het Nederlands. En dat is dus redundant. Oké, dat is één, redundantie. De andere noemt Leufkens vorm voor de vorm. Dat zijn dingen die er zomaar lijken te staan en die geen betekenis hebben. Misschien is dat u in het mooie meisje er één. Maar een voorbeeld dat de ronde heeft gedaan de afgelopen dagen is het in het sneeuwt. Dat staat daar alleen maar voor de vorm. Het verdubbelt niks, het betekent ook niks. Dus vorm voor de vorm en redundantie. En die twee dingen, die lijken nu bijvoorbeeld in zo'n hiërarchie te staan. Dus redundantie, dat hebben ongeveer alle talen. Dus hoe transparant een taal verder ook heeft, het heeft altijd een beetje redundantie. Iedere taal drukt dingen wel eens op meer dan één plaats in een zin tegelijkertijd uit. Maar dat vorm voor de vorm is veel zeldzamer. Dat ga je eigenlijk pas vinden als een taal echt weinig transparant is. Het Nederlands heeft dat wel, maar meer transparante talen hebben dat niet. En zoals gezegd, het gaat Leufkens eigenlijk om deze hiërarchie. Het gaat om die hiërarchie van niet-transparante elementen. Het gaat haar om de observatie dat sommige dingen kennelijk in alle talen voorkomen en andere alleen maar onder heel bepaalde omstandigheden. Namelijk als er al een heleboel andere niet-transparante elementen in die taal te vinden zijn. En dat is interessant, omdat ons dat iets leert over taal. Het leert ons bijvoorbeeld dat kennelijk redundantie iets is wat hoort bij taal en vorm voor de vorm alleen maar ontstaat onder specifieke omstandigheden. Die vorm voor de vorm, dat zal vaak inderdaad ontstaan in de loop van de tijd. Ooit had iets wel een bepaalde betekenis, droeg het wel bij aan de betekenis. Dat verdwijnt dan. En het kan kennelijk verdwijnen, zegt Leufkens, omdat het geen groot probleem is. En in navolging van de Britse taalkundige Roger Lass noemt ze dat dan ook een paar keer in haar proefschrift het taalkundige equivalent van mannentepels. Het zijn dingen die geen enkele functie hebben, maar die ook niemand in de weg zitten en daarom kunnen blijven bestaan. Het onderzoek levert dus primair een hiërarchie van taalelementen op. Maar natuurlijk kun je daar ook een hiërarchie van talen uit afleiden. En het is inderdaad waar dat onder die sample van 22 talen die Leufkens heeft bestudeerd, het Nederlands naar voren komt als een van de talen met de meeste niet-transparante elementen. Je zou dus kunnen zeggen als een van de minst transparante talen, zonder dat we daar enig oordeel over geven. Maar je kunt je natuurlijk daar wel iets over afvragen. Het is natuurlijk een fascinerend verschijnsel. Dat begrijp ik ook wel. Het is, sterker nog, ik vind het ook fascinerend. Waarom is dat zo? Alleen,
In Leufkens materiaal zullen we het antwoord op die vraag simpelweg niet vinden. Daar is ander onderzoek voor nodig. Er is ook wel ander onderzoek gedaan. Het blijkt bijvoorbeeld dat talen waarin relatief veel tweede taalverwervers zijn, relatief veel mensen zijn die die taal leren op latere leeftijd, dat die talen de neiging hebben om transparanter te worden. Maar of dat in dit geval ook opgaat, is eigenlijk volkomen onduidelijk. We weten ook bijvoorbeeld niet of dit nu een bevinding is die specifiek gaat over het Nederlands, of die gaat over Nederlandse talen. Een van de dingen die ik er bijvoorbeeld bij dacht is, misschien heeft het ook wel iets te maken met of een taal een standaardtaal heeft. En standaardtalen die kunnen misschien een beetje conservatief werken en die kunnen er daarvoor voor zorgen dat mannentepels, de taalkundige mannentepels, langer bewaard blijven.